Ja, de oorlog in Syrië. Het duurt al jaren en er lijkt nog geen einde aan te komen. Veel Syriërs zijn door die oorlog gevlucht en één van hen is Saad. Het is voor hem alweer 4 jaar geleden dat hij het oorlogsgebied verliet. Daarna woonde hij even in Turkije, maar sinds 1 jaar is hij in Nederland. Na een flinke zoektocht kwam hij uiteindelijk bij de vluchtelingenboot Lady Anne in Maassluis. Maar Saad wist in dat eerste jaar al bijzonder goed Nederlands te leren. Daarbij werkt hij ook in de Maassluisse horeca. Hij zit dus zeker niet stil hier en timmert dus ook al flink aan de weg. En zoals hij het zelf mooi zei toen ik eerder een reportage met hem opnam, waar een wil is, is een weg. Maar denk je aan Syrië, dan denk je deze weken natuurlijk ook aan de aardbeving. We hebben dus helaas genoeg om over te praten, maar dus wel in het Nederlands. Welkom Saad, fijn dat je er bent. Dankjewel. Fijn dat ik je gewoon in het Nederlands aan kan spreken, ondanks de korte tijd dat jij pas in Nederland bent. We gaan het zo hebben over jouw reis van Syrië naar Maassluis in dit geval. Maar laten we eerst even stilstaan bij die verschrikkelijke ramp in Turkije in Syrië. Dat moet voor jou toch heel erg dubbel en raar zijn om al die nieuwsberichten zo van dichtbij mee te maken. Hoe komt dat op jou binnen? Ja, het is echt heel echt enorm ellende van de mensen die daar wonen. Als je 10 jaar oorlog hebt, daarna krijg je die. Ja, de huizen die daar zijn, die zijn al vervallen. En nu, ze hebben niks daar, ze hebben geen huizen, ze hebben geen ziekenhuizen, ze hebben niks. Ze hebben gewoon geen mensen om te helpen eigenlijk. Nee, alles is verwoest. Ja. Nu begreep ik dat je ook familie hebt in dat gebied. Ja, ja zeker. Wie wonen daar van jou? Welke familie? Mijn ouders wonen daar en mijn zusje, mijn broers, kleinbroers, ja. En hoe gaat het nu met hen? Het gaat, ja. Ze moesten ook verhuizen, want hun huis nu niet meer om te wonen, nee. Maar ze zijn er nog wel, alleen hun huis is beschadigd dus ook door de aardbeving. Ja, precies. Is dan de afstand tussen Syrië en Maassluis nu extra groot deze dagen? Ja, dat is waar. Het is al groot en het is groter geworden. Ja, maar gelukkig kan ik ook contact met hen opnemen. En op welke manier heb je dan contact met hen op dit moment? Internet, via WhatsApp of zo. Maar toen de aardbeving geboren, er was geen meer internet ook daar. En dat maakte erger eigenlijk. Hoe lang heb jij in onzekerheid gezeten dan over je familie? Voordat je weer wat hoorde hoe het met hun ging? Ja. Eén dag, 2 dagen, zoiets. Maar dat is de langste dag van je leven geweest, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Je gaat met iedereen bellen, je gaat gewoon horen wat gaat gebeuren, maar je weet er niks van. Nee. Nu was er deze week ook een grote actie voor Giro 555, die loopt natuurlijk nog steeds. Er is heel veel geld opgehaald. Ja. Wat doet dat met jou, dat er in Nederland zulke acties worden ontplooit? Ja, het is alleen maar fijn. Kijk, de mensen zijn hier. Ze weten niks over wat de mensen die daar wonen. Ze weten er niks van. Ze komen van uit andere kant van de wereld. We hebben ook een andere religie. We hebben alles anders. Maar ze willen graag ook helpen. En dat is alleen maar fijn. Dat is menselijk. Daar je kan gewoon leren hoe kan een mens worden. Ja. Ja. Dat vind je mooi en fijn om te zien dat dan in Nederland ontstaat. Ja, dat vind ik heel erg mooi. En ik heb dat nooit meegemaakt in een ander land. Nee. Nee? Is Nederland erin echt uniek, vind je? Ja. Ja, dat is waar. Het is mooi dat je dat zegt. Mij, ja. Dat beseffen we onszelf misschien niet altijd. Ja, maar dat ja, is eigenlijk daarom kan ik goed Nederlands praten. Ja, wat laten we het daar eens over hebben? Hoe heb je dat zo snel geleerd? Gezond omgeven hebben. Ja, ik heb een gezond omgeven om te leren. Ja, wat bedoel je dan precies? Ja, je kan heel goed hard werken, je kan heel goed studeren. Maar als je geen fouten kan maken, kan je nooit een nieuwe taal leren. En dat klopt. Ja. Maar dat je zo snel al zo duidelijk Nederlands praat, dat vind ik echt ontzettend knap. Dankjewel. Ja, dat heb ik nog niet heel vaak meegemaakt, zeg ik heel eerlijk. Eigenlijk, dat komt door mensen. Mensen willen helemaal heel graag mee helpen. Ja, dat is mooi dat je het compliment weggeeft aan de mensen die jou daarbij geholpen hebben. Ja, uiteindelijk moet je het zelf doen, hè, Saad? Ja. Het grootste compliment is aan jou. Zeker, ja. Ik ben erg dankbaar voor mensen, voor Maassluis, voor Maassluisers. Ook voor dit land ook. Toen iedereen heeft eigen deur dicht gemaakt, heeft dit land mee ontvangen. Mooi gezegd. Ik wil het met je hebben over de reis van Syrië naar Nederland toe. Ja. Kun je ons eens een vogelvlucht meenemen hoe intensief en hoe heftig misschien ook wel die reis is geweest? Het duurt 2 maanden. Het is gewoon, als je wil vluchten, als je geen genoeg geld hebt, dan moet je lopen. En ik heb gelopen om hier naartoe te komen. Maar gelopen, hoe ver heb je dan wel niet gelopen, zei je? 2 maanden. 2 maanden gelopen? Ja,
aan één stuk door. Ja. Maar dat... Ja, ik probeer het even om me in te laten werken, maar dat is een verschrikkelijke reis geweest. Ja, ik ben in 10 landen geweest voordat ik naar Nederlands kunnen komen. Je hebt de reis van Syrië door die 10 landen heen in Nederland allemaal ter voet afgelegd? Ja, ja. Door GPS, door Google Maps. Wauw. Ja. En wat is de meest heftige fase geweest tijdens die looptocht? Wat was het? Het is zwaar dat hoe meer je loopt, hoe meer je bent bang om te terug te sturen. Als Griekenland politie of Turkije politie heeft je opgepakt, moet je terugsturen. En hoeveel je loopt, hoeveel word je bang om terug te sturen. Ja. En bij iedere grensovergang voel je dat misschien van als ik maar niet teruggestuurd word. Ja. Dat is al die inspanning voor niets geweest. Je hebt gewoon een doel en je wil gewoon dat deze doel bereiken. En waarom moest jij vluchten? Als je in Syrië wil blijven, moet ik of overleden of iemand doodmaken. In het leger moest je dan? Ja. En dan moest je dus... Of naar de andere kant moet vechten. Als je jong bent, moet je gewoon vechten om jou op te opkomen. Zou je dan ooit nog terug kunnen keren naar Syrië? Als je dit... nog is, ja. Dan pas kan je weer terugkeren. Ik heb daar een familie, ik heb daar een huis. Ik heb alles daar, vrienden. Jeetje, ik word er gewoon een beetje stil van. Ja. Wat denken jullie als je het hoort, Hera? Nou, indrukwekkend. Zo'n voettocht door 10 landen. En, ja. Wat ik denk, van, had je op je vizier om naar Nederland te komen? Of was een ander land ook al... Nee, mijn doel was om naar Nederland te komen. En waarom koos je dan bewust voor Nederland? Ik heb eigenlijk twee broers die in Duitsland wonen. Mm-hmm. En ik heb, als je asielzoeker bent, je hebt een hele grote omgeving om jou te adviseren waar je moet gaan. Ja. Iedereen heeft tegen mij gezegd, je moet naar Nederland, daar zijn heel veel aardige mensen. Ja. En daar ben je gekomen. En nu zit je opeens aan een talkshowtafel, Saad. Ja, ja, dat is heel erg. Je woont op de Lady Enema-sluis. Hoe is dat om daar te wonen? Fijn. Je hebt een fijn plek om te wonen. Je hebt een goede omgeving om jou te helpen. Het is alleen maar fijn. En nu gaan we het straks ook hebben. Nou, dat wil ik ook even gezegd hebben. Het is natuurlijk een rare tijd. Ik hoor een enorm heftig verhaal. Ik word er gewoon echt een beetje stil van. Maar het is ook de aflevering waar we dadelijk gaan hebben over carnaval. Als je het hebt over dat we misschien ook wel stil moeten staan bij de leuke dingen in het leven en het leven vieren, gaan we dat straks ook doen. Heb jij iets met carnaval? Weet jij iets van carnaval? Nee. Wat vind je dan van al die gekke mensen achter jou nu? Dat is raar gewoon, eigenlijk. Dat is raar, hè? Ja. Maar vind je het oké als we straks leuk, het daarover gaan hebben en misschien dat het wel een hele gezellige avond kan worden? Ja, het is wel leuk. Het is wel fijn om meer te weten over de andere culturen en andere tradities. Ja, en laten we met elkaar ook dankbaar zijn dat wij hier wonen, in een veilig land, en dat we ook het leven kunnen vieren. Laten we dat dan ook gaan doen zo meteen. Zeker, dat mag ik een heel groot applaus voor jouw mooie verhaal van Saad. Dank je wel. Ja.